Goedemorgen. Het is weer een hele mooie dag in het stadje. En vandaag ga ik echt iets heel erg leuks doen. Maar eerst wil ik even kijken of Santino er is. Want, oh mijn god, Santino die loopt daar letterlijk in zijn huis. De vorige keer heeft Santino namelijk weer ingebroken in mijn huis. En ik wil vandaag voor eens en voor altijd van Santino af zijn. Alleen, ik weet nog niet zo goed hoe ik dat ga doen. Hebben jullie misschien een goed idee voor mij? Laat het zeker even weten in de reacties. Maar we hebben nog genoeg tijd om daarover na te denken hoe ik van Santino ga afkomen. Ik ga namelijk mijn dierenwinkel inrichten. Want ik heb namelijk bij Klaas wat spullen besteld. En ja, let's go. Er staat een pakketje voor de deur. Oké, wat zit hier allemaal in? Wow, wat is dit? Een hondenhok, een papegaaienkooi, een kattenpauw, een aquarium. Oké, dat lijken op allemaal bouwpakketten die ik dus in elkaar moet gaan zetten. En dat komt heel mooi uit. Want ik heb namelijk de vorige keer heel veel dieren gevangen. En die heb ik hier allemaal neergezet. En die hokken, die kan ik wel gebruiken. Want dit kan natuurlijk niet. Er zit hier letterlijk gewoon een hond op de grond en katten. Oké, laat ik maar gewoon beginnen met het inrichten. En, meneer Doggo, waarom zit je daarop? Kom eens even naar beneden, alsjeblieft. En ondertussen moet ik trouwens uitkijken of Santino niet ergens is. Want ik vertrouw Santino dus echt totaal niet. Ik moet echt een manier vinden om voor altijd van hem af te komen. Maar het is tijd om dit gebouw helemaal in te richten. En, oh, dat is zoveel werk. Ik denk dat ik gewoon ga beginnen hier met de tuin. Want hier wil ik namelijk de krabben gaan plaatsen. En in principe hoeft hier niet meer heel veel gedaan te worden. Dat scheelt. Ik kan hier nog een soort van drinkbakje neerzetten of zo. Ik heb geen idee wat ik hier allemaal kan doen. Ik denk dat ik dit achter gewoon lekker ga laten. Alleen moet ik natuurlijk wel eventjes de krabben halen. Dus laat ik dat meteen maar even doen. Hallo krabbetjes, kom eens even naar mij toe. Dankjewel. Ik ga jullie brengen naar jullie nieuwe hok. En dan kunnen mensen jullie gewoon kopen. Ik heb nog nooit een krab gezien als huisdier, maar maakt niet uit. Krabbetjes, kom maar naar binnen. Oh, ze komen niet naar binnen. Dit gaat niet werken en er is er één ontsnapt. Kom eens hier. Ik denk dat ik dit op een andere manier moet doen. Ik ga dit gewoon even weghalen. Zo, en krabbetjes, kom maar naar binnen toe. Hallo, krabbetjes, krabbetjes. Jullie zijn heel vervelend. Oh, kan je wachten? Wat doen jullie nou? Oké, wacht. Ik hak hier gewoon dat hele hegje eventjes weg op deze manier. Ik zet hier even, kijk, hier een fence neer. Krabbetjes, kom alsjeblieft jullie hok in en zo. Oké, de krabben zitten vast. Dan kan ik vervolgens de heg eventjes mooi terugzetten op deze manier. Dit is niet helemaal de bedoeling volgens mij. Wacht, hoe heb ik dit nou net gedaan? Ik hak hier even een blokje dirt. Die zet ik hier neer. En dan zo. De krabben staan in een hok. En nu de krabben in een hok staan, dan moet ik dus wat andere hokken gaan bouwen. En ik denk dat het tijd is om een aquarium ga ik maken. Oké, wat zit er allemaal in dit bouwpakket? Heel veel water, sters. Oké, wat ik hier nou precies mee moet, dat weet ik niet zeker. Maar ik denk dat ik wel een idee heb. Oké, wacht. Ik heb even mijn pickaxe nodig. En mijn pickaxe, ik heb hem niet in mijn inventory. Mijn pickaxe die zit hier uit mijn hoofd. Ja, dankjewel. Volgens mij moet ik het op deze manier doen. Hoppakee. En dan eens even kijken. Hier zo. En dan beam. En dan hier ook. Oké, ik denk dat dit de bedoeling is. En dan hou ik hier dit hout weg. En dan zet ik hier zand neer. En ik moet zeggen, het is wel echt een heel groot aquarium. Wow, yo. Ik weet nog niet of dit helemaal in mijn dierenwinkel past. Maar boeien, we gaan het gewoon doen. En dan moet ik er denk ik al water in gaan doen. Want ik heb al zo'n idee wat dit ongeveer moet worden. Hier moet water en daar moet water. Vervolgens moet hier water, hier moet water, hier moet water en hier moet water. Dan pakken wij hier de kelp erbij. En de kelp hebben we nodig om iets heel vets te doen. Oké, ik heb alleen nog even iets meer water nodig. Gelukkig is er heel veel water achter mijn huis. Eens even kijken. We gaan gewoon die buckets even vullen. Hoppakee. Ik denk dat 4 wel genoeg is. En daarmee vullen wij dus de rest van het water op deze manier. Zo. En dan als het goed is. Oh, wow, wow, wow. Oké, dit is een heel vet aquarium. En dan, kijk, deze gaat vervolgens groeien. Nu heb ik alleen nog maar vissen nodig. Eens even kijken. Zijn hier wat leuke vissen? 1 visje zo. En dan 2. En ik denk dat 3 wel genoeg is. Zo. En als wij dan eventjes naar boven gaan. En dan moet ik even kijken of ik het wel goed doe. Maar volgens mij is dit de bedoeling van het aquarium. Zo. Doe ik hier vervolgens de vissen in. Oké, 1 vis.
twee vis, drie vis. En dan als het goed is, kunnen die niet ontsnappen. Alleen eens even kijken. Er zat nog wat anders in dat bouwpakket. Wat ik hier nou precies mee moet, weet ik niet helemaal. Ik denk dat dit verlichting is voor het aquarium op deze manier. En dan dit. Ik denk dat het zo werkt. En wow, dit ziet er heel vet uit. Alleen mijn vis die... Nee. Probleem. Ik moet mijn vis vangen en mijn vis is dood. Serieus. Hier heb ik niet heel slim over nagedacht. Want mijn vissen die ontsnappen letterlijk weer uit het water. Oh, nee. Misschien dat ik dit aquarium iets anders moest bouwen. Ik weet niet hoe Klaas het dat bedoelt. Maar voor nu laat ik het wel gewoon even zo. Oké, wat ga ik nog meer bouwen? Ik heb hier een hondenhok en ook een hond. Alleen, waar ga ik dat hondenhok bouwen? Want hier binnen is niet heel veel plaats meer. Dus eventjes kijken. Hij zou hierboven wel kunnen misschien. Ik denk dat het misschien wel een leuk idee is om het hondenhok buiten te zetten. Oké, dit vind ik wel een mooie locatie. Dan gaan we dit hier gewoon even weghalen. Zo, weg ermee. Dankjewel. En eens even kijken. Hoe ga ik dit op een slimme manier doen? Wat voor spullen zitten er eigenlijk allemaal in? Oké. Hier kan ik wel wat mee, denk ik. We beginnen namelijk met hier gewoon twee blokjes. Vervolgens hier natuurlijk wat stairs. Hoppakee. En hoppakee. Dan pakken wij de twee trapdoors erbij. En die zetten wij dan, denk ik... Nee, niet hier, maar zo aan de achterkant. Deze wil ik dus eventjes terug hebben. Hoppakee. En die moet dan hierop komen te staan. Kom op. Ja, oké, dit is perfect. Eens even kijken. Wat hebben we nog meer? We hebben brick stairs. En die ga ik vervolgens weer hierop plaatsen. Zo. En we hebben nog slabs. Die moeten hierop. En dan denk ik dat het hokje bijna klaar is. Kijk, hierop moet nog een slab. En hier nog een slab. Dan kunnen we hier natuurlijk perfect een itemframe doen. En een bone. Dus even kijken. Dit is een eetbakje van de hond. En dan denk ik dat het hondenhok wel helemaal klaar is. Oké, hier ben ik wel blij mee. Hond, ik heb hier een bone. Kom eens hier. Hallo, hond. Oh, nee, meneer... Oké, meneer Doggo, die heeft ook honger. Alsjeblieft, kan die hond gewoon even meekomen? Kom eens hier, alsjeblieft. Kom hier. Kom, meekomen. Dit is vanaf nu jouw hondenhok. Dus ga maar... Kom, ga in je hondenhok. Oh, wat is dit een vervelende hond, zeg. Zo. Gelukkig is het niet mijn hond, maar iemand mag deze hond kopen van mij. Oké, het hondenhokje is ook klaar. Deze neem ik natuurlijk weer even mee. En dan ga ik nu de katten plaatsen. Alleen, waar ga ik de katten plaatsen? Ik heb namelijk wel een heel leuk idee. Ik heb hier namelijk ook een kattenpaal. Dus ik wil een kattenpaal gaan maken. Alleen, waar ga ik die neerzetten? Mijn hele inventory is ook helemaal vol. Ik moet echt even wat spullen eruit hebben. Zo, doei. Oké, we hebben deze vensters nodig. En we doen het zo op deze manier, denk ik. Zo, ik denk niet dat dit heel moeilijk is. Dan heb ik spruce slabs. Ik denk hier beneden één slab. Hier één en dan hier één. Wat hebben we nog meer? We hebben trapdoors. Dan denk ik dat hier een trapdoor moet. En hier doe ik een trapdoor. En dan hebben we nog itemframes. Het zijn er 17, want ik had er zelf ook wat in mijn inventory. Ik denk dat ik hier een itemframe ga plaatsen. Hier een itemframe. En oh, nu hebben we oprecht gewoon echt de perfecte kattenpaal. We hebben hier alleen nog wat tapijt. Alleen wit tapijt vind ik lelijk. Dus dat ga ik niet doen. Het enige wat ik nu nog even moet doen is de katten halen. Oké, eens even kijken. Waar zitten de katten? Welke paal? Hier. Pushes, kom jij eens mee en... Kom jij ook eens met me mee? Kom maar. Gelukkig luisteren jullie wel een stuk beter dan de hond. Althans, dat hoop ik. Oké, let's go. Kom, we moeten hier naar binnen. De visjes zijn helaas weg, dus die kunnen jullie niet opeten. Kom maar met me mee. Nee. Ik heb een zwemmende kat. Dat is niet de bedoeling. Kat, kom eens hier. En het is me gelukt. Mijn katten, die staan op de kattenpaal. Oké, dit is wel gaaf. Jij vliegt er bijna vanaf, dus ga maar een beetje naar voren toe. Zo. Oh mijn god, kijk hoe leuk dit eruit ziet. Hier ben ik wel blij mee. Alleen, het is tijd om weer wat anders te bouwen. Want ik heb dus nog één bouwpakket over. En dat is een papegaaienkooi. Huh? Hoe werkt... Wow, wat? Oké, hoe werkt dit? Ik weet het niet zeker, maar ik denk wel dat ik een idee heb. Alleen één probleempje. Ik heb dus geen papegaaien. Oké, maakt niet uit. Die kan ik later altijd nog vangen. Ik denk dat ik twee papegaaienkooien ga maken in plaats van drie. Want volgens mij moet ik dat op deze manier doen. En dan... Die sticky piston moet... Kijk, hierboven. En dan doe ik daar dan redstone.
tegenaan en... Oh, ja, oké. Okay. Kijk, dit is dus de bedoeling. Alleen moet hier dus daadwerkelijk een papegaai in zitten. Maar dat kan ik later altijd nog doen. Voor nu doe ik het gewoon even op de makkelijke manier. Kijk, dit haal ik even weg. En dan moet hier nog glas komen, zo. En dan die kettingen moeten... Nou, niet op die manier in ieder geval. Dus even kijken. Hierboven zet ik een slab neer. En dan bim, bim. Kijk, volgens mij is dit de bedoeling. En dan hier een chain. Oh, kijk. Hier hebben we zo perfect twee hokken. En kan ik nog naar beneden lopen. Dit kan echt perfect. Oké, ik zeg je eerlijk. Dit vind ik wel heel erg gaaf. En wat hadden we verder nog meer qua inrichting? Want alle bouwpakketten, die heb ik nu gemaakt. Ik heb hier nog een paar hoofden. Die moet ik dus denk ik ergens ophangen. Maar waar ga ik die ophangen? Hier hang ik gewoon wat op. Hier hang ik wat op. En hier hang ik wat op. Ik denk dat dit wel heel erg mooi is. En deze kunnen trouwens weer mee met mij. Verder denk ik dat het slim is dat wij hier gewoon even een hokje maken. Ik heb namelijk ook wat glazen panelen. Die kan ik dan niet hierop zetten. Nee. Kijk, dan kan ik hier zo wat glazen panelen opzetten op deze manier. En dan kan ik hier dus perfect een hokje maken voor bijvoorbeeld de konijnen. En wat voor dieren heb ik nog meer? Ik heb dus deze vogels. Ik heb nog eekhoorns. Oh, oké. Okay. Ik heb echt nog heel erg veel. Ik denk dat ik toch het aquarium maar een keer moet gaan weghalen. En dan ga ik de dierentuin helemaal afmaken. Alleen voor nu wil ik een manier verzinnen hoe ik Santino hier voor altijd kan wegkrijgen. Want dat is veel belangrijker dan deze dierenwinkel. Oké, diertjes, blijf hier. De volgende keer zorg ik dat het helemaal klaar is, oké? Ik heb alleen nog wat rood tapijt. Dat ga ik wel nog even neerleggen. Kijk, op deze manier maak ik het nog eventjes iets mooier voor de poesjes. Alsjeblieft. Zet ik even een lantern neer. Want licht is ook wel best wel fijn, denk ik. Zo, zo. En beneden, ja, dat aquarium ga ik denk weghalen. Want dat was echt een hele grote flop. En jullie mogen bepalen welke dieren ik allemaal op deze verdieping ga neerzetten. Maar ondertussen heb ik een idee bedacht hoe ik Santino voor altijd uit dit dorp kan krijgen. En daarvoor moet ik bij Bouwvakker Pietje wezen. Hallo Pietje. Padoe. Bouwvakker Pietje, jij bent natuurlijk naar dit dorp gekomen. En je hebt hier een huis gemaakt. Maar hoe heet deze stad eigenlijk? Toepadoe, toepadoe. Geen idee, maar bouwvakker Pietje, wie is eigenlijk de baas van deze stad? Toepadoe, toepadoe, toepadoe. Niemand is de baas? Oké. Dan weet ik genoeg, Pietje. Doei. Oh mijn god, dit is precies wat ik wou horen. Als bouwvakker Pietje niet de baas is, dan ben ik toch gewoon de baas vanaf vandaag. Vanaf vandaag ben ik namelijk de burgemeester in dit stadje. En ik heb een bijpassende outfit nodig. Ja. Dit helmpje, die wil ik hebben. Dankjewel. Kijk. Nu is het duidelijk dat ik de burgemeester ben van deze stad. Alleen, hoe ga ik de stad noemen? Ik heb echt geen flauw idee. Het moet natuurlijk iets zijn wat te maken heeft met dit stadje. Blauwstad? Want er staat hier een blauw gebouw. Dat was het eerste. Maar dat vind ik toch een beetje saai. Of Bouwstad? Want er staat daar nog steeds een kraan. Ik weet niet wat bouwvakker Pietje daarvoor plan is. Misschien moet ik dat maar een keer vragen. Ik weet het niet zo goed. Er is hier midden in de stad een vijver met allemaal vissen. Oh, ik heb een goed idee. Ik ga gewoon dat lelijke aquarium in de winkel weggooien. En dan ga ik alle vissen gewoon in deze vijver stoppen. En dan noem ik het vanaf nu Blubstad. Jesse. Ja, wow, Santino. Wat is er? Wat is er? Ja. Wat? Wat? Weg. Weg, Santino. Nee, ik vertrouw je niet. Wat? Hoezo vertrouw je me nou niet? Weet jij dat niet? Ik heb jou gisteravond letterlijk weer in mijn huis gezien, Santino. Huh? Dat kan niet. Nee. Onmogelijk. Dat kan wel. Dat kan wel. En, onmogelijk. Jawel. En ik zal je wat vertellen, Santino. Nou. Welkom in Blubstad. Dit is mijn stad en ik ben hier de baas. Blubstad? Ja, hoe kom je nou weer op de naam Blubstad? Nou, ik heb net iets gedaan en dat ging helemaal mis. En hier zijn allemaal vissen midden in de stad, dus Blubstad. Dat is een goed idee, toch? En daarom noem je het Blubstad. Serieus? Ja. Ik dacht dat je beter kon, Jess. Trouwens, nog eens eventjes. Ben je de baas? Ja, zie je wat ik op mijn hoofd heb? Jij hebt ook dat helmpje op je hoofd. Maar ik ben vanaf nu, en dat heb ik besproken met bouwvakker Pietje, de burgemeester van Blubstad. En daarmee mag ik alles bepalen, Santino. En dat moet je niet even met mij bespreken. Gaan we daar niet met jou over bespreken? Ik was hier als eerst en jij komt hier alleen maar dingen stelen en inbreken. En ik ben hier de baas. Helemaal. Trouwens, bovendien zit jij dorpen aan te vallen met allemaal gekke slime en nether dingen. Dus ik vertrouw jou niet. Wat?
Denk je echt dat ik die dorpen aanval? Ja, oké, Santino. Waarom kom jij dan in dit dorp waar helemaal niks aan de hand is? Zo heel toevallig dat jij hier nu opeens naartoe komt, hè? Ik weet dat jij van plan bent. Nee, dat komt omdat ik aan het vluchten was van het dorpje dat is aangevallen door slime en obsidian en netherportals. Ja, ik vertrouw je niet. Maar ik kan je wat zeggen, Santino. Misschien is het tijd om weer even te gaan vluchten, want... Ik ben de burgemeester en ik bepaal dat jij vanaf nu verbannen bent uit de Blubstad. Nee, maar dat kan je toch niet zomaar doen? Ik ben de burgemeester. Heb ik overlegd met bouwvakker Pietje. En bouwvakker Pietje was hier als eerst. Nou, ik vind dit echt onzin, Jesse. Ik heb er helemaal niks mee te maken. Jawel. Santino, ik vertrouw jou gewoon niet. Ik wil dat je weggaat, oké? Okay? Dus ik ben verbannen. Je zegt dus dat ik verbannen ben. Ja, dit is mijn stad. Ik heb dit gevonden. Ik heb hier mijn eerste huis gemaakt. En ik heb een mooie dierenwinkel. Jouw huis is gewoon lelijk. Dus mijn huis jij moet is weg. Net af. Waar heb je het over? Mijn huis is net af en je bent me aan het verbannen. Maar ik vertrouw jou niet. Jij moest diamonds voor mij halen, Santino. Dan ging ik jou vertrouwen. Ja. En vervolgens hou jij gewoon iets van 9 diamonds achter en je geeft mij er maar 1. Denk je dat ik niet weet van het kistje, Santino? Dus dat ben jij die mijn diamonds hebt gestolen? Ja, maar jij moest al je diamonds aan mij geven en dan pas vertrouwde ik je. Nee, dat is helemaal niet waar. Jij vroeg om 1 diamond. Nee, jij moest diamonds zoeken en jij moest al die diamonds aan mij geven. Maar maakt niet uit, jij bent verbannen, dus nu wegwezen. Oké. Doei. Mag ik nog wat spulletjes pakken? Heel snel. Kom maar mee. Ik ga kijken hoe je die spullen pakt. Kom maar mee. Weglopen. En het begint donker te worden. Dus je hebt wel pech. Je moet in de nacht, Santino. Je moet in de nacht alles. Ik vind dit echt niet normaal. Jij ziet dat jij denkt dat ik... Santino, jij hebt sowieso... Jij hebt ook van die rare boeken. Jij hebt er sowieso op mee te maken dat al die dorpen kapot gaan. Nee, ja, tuurlijk, Jesse. Ik ben op de vlucht. Ik ben op de vlucht voor alles. Santino, ik vertrouwde je. En je had mijn vertrouwen kunnen winnen. Maar dat heb je verpest door diamonds te stelen. Dus nee, weg. Is goed. Nee, weg. Is goed. Ik wil dat je weggaat. Doei, Santino. Een lelijke stad. Doei. Ik ga lekker slapen. Doei, Santino. Hey, niks lopen. Doei, Santino. Doei. Doei, ik ga lekker slapen. Doei. Dag, doei Jessie. Oh mijn god, dit werkte echt perfect. Alleen, ik weet dus niet of Santino ook daadwerkelijk weg gaat blijven. En het begint natuurlijk wel donker te worden. Maar ik denk dat ik even moet gaan kijken wat Santino daadwerkelijk van plan is. Dus, ik ga snel weer naar buiten. Ik laat mijn pickaxe trouwens hier. Ik ga snel weer naar buiten en ik ga hem gewoon bespioneren. Santino, waar loop je allemaal heen? En waar is Santino trouwens? Hij ging deze richting op volgens mij. Ben ik hem nou letterlijk nu al gewoon kwijt? Kijk, daar loopt hij. Oh, wat gaat hij allemaal doen? Oké, ik moet er trouwens voor zorgen dat Santino mij niet vindt. Anders heb ik een probleem. Hij heeft namelijk geen flauw idee dat ik op dit moment achter hem aan zit. En misschien loopt hij nu wel gewoon naar zijn hoofdkwartier toe. Oké, we zijn al een tijdje verder en Santino is nog steeds aan het lopen. Kijk, daar is hij. En wat? Wat? Hier is weer zo'n kapot dorpje. Oké, dit is wel heel toevallig. Ik ga weer heel gauw terug naar Blubstad, want ik vertrouw het allemaal niet. Zie waar het Santino wat mee te maken heeft.